afvragen waar eigenlijk wel. Bijvoorbeeld in Tilburg, waar gisteravond Martijn Reuser man of the match werd. We hebben Martijn Reuser misbruikt in allerlei posities. Dat is natuurlijk nooit goed voor een speler, maar daar hebben we hem ook voor gehaald. Het had gisteravond al veel eerder 1-0 moeten staan. Penalty, nee, zegt Van Egmond. De scheidsrechter Van Egmond was gisteravond de enige in het stadion die niet zag dat dit een penalty was. Hij gaf notabene zelfs een gele kaart aan Kerekes voor een zwalbe. En ook deze hensbal werd niet door hem geconstateerd. Ook hier geen penalty voor. En dus in de laatste minuut toch nog het moment van Martijn Reuser. En net als vorig jaar werd hij de matchwinner. Het verdiende doelpunt is dan toch daar en kijkt die ontlading bij Martijn Reuser. De ontlading groot en het begrip van Reuser voor het niet geven van de strafschoppen. Misschien dat hij ons wel een penalty had moeten geven en dat het wat makkelijker geweest. Maar uiteindelijk, ja, nogmaals, jouw overwinning smaakt fantastisch.